Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op kanaal Creatief met Rebecca. We gaan vandaag weer een sneeuwmeel maken en het wordt een beetje een combinatie van een sneeuwmeel washi-tape swap, maar ook een gewone sneeuwmeel. En ik heb al een aantal voorbereidingen getroffen voor deze sneeuwmeel, zodat het wat vlotter gaat. En dit thema wat we gaan gebruiken is het herfstthema. En je hebt momenteel heel veel herfstspulletjes ook te koop bij de Action, maar je hebt natuurlijk ook dingen die je graag doet binnen activiteiten wat bijvoorbeeld bij de herfst hoort. Dus we gaan een combi maken van een washi sample, swap en sneeuwmeel. Dus ik ga mijn camera draaien. Het blok wat ik hiervoor gebruik is ook van de Action. Ik gebruik onder andere het craftblok, maar ik gebruik ook het luxe paperblok van de Action en de kleine kuiblokjes, die gebruik ik ook. Dus ik zou zeggen, pak lekker een kopje thee erbij en dan gaan we weer creatief aan de slag. En dan gaan we natuurlijk eerst beginnen met de basis van onze sneeuwmeel. Hiervoor pak ik twee A4'tjes. En deze komen uit het luxe paperblok. En ik pak twee A4'tjes uit het craftblok en die plak ik aan elkaar. En de andere plak ik ook aan elkaar en zometeen knip ik hem natuurlijk netjes. En als we hem dan netjes geknipt hebben, dan vouwen we hem zodat er een soort boekje ontstaat. En het boekje is de basis van onze sneeuwmeel. In het midden plak ik hem vast. Zodat hij goed blijft zitten. En dit is de basis van onze sneeuwmeel. Dan gaan we verder. Dan ga ik enveloppen erbij pakken. En ik ga 8 stuks pakken. En die plak ik dicht. En van deze enveloppen gaan we straks proefjes in doen. Maar goed, ik pak het kuiblok erbij. En ik vouw de kuiblok dubbel. En hierin plak ik de enveloppen. En in de enveloppen komen zo meteen de washi samples. Dus ik plak de enveloppen in de stukjes van het kuiblok. En dat doe ik bij alle 8 de envelopjes. Dan meet ik even tot hoe ver de washi sample komt. Die maak ik uit de een tag gebruik ik voor mijn washi samples. Je kunt ook oude kaarten gebruiken. En zo knip ik de enveloppen, knip ik zowel de zijkantjes als de bovenkantjes kort. En dan meet ik of de tags erin passen. En je hebt nu 2 envelopjes links en rechts, zullen we zo maar zeggen. Omdat je de envelopjes dubbel hebt gevouwen. En we gaan ook de rest plakken en natuurlijk knippen. En je ziet ook wel dat ze bijvoorbeeld voor een washi sample swap ook insecthoesjes gebruiken van Pokémon cards. Maar ik vond het ook leuk om ze zelf te maken. En dit is ook een hele leuke manier met enveloppen en kleine kaartjes. Als ik ze gemeten heb, dan knip ik ze.
meten of ze in mijn envelopje passen. Dan ga ik inkepingjes maken. Hiervoor gebruik ik een pons ook. En deze die komt bij de Hema weg die ik gebruik. Hier maak ik kleine inkepingjes in de envelopjes. Je kunt natuurlijk ook knippen. Ik vond het ook leuk om... Pardon. Om het zo te maken. Het zit misschien niet allemaal even gelijk. Maar het geef ik niet. Want je ziet eigenlijk alleen de voorste om het achterste wegvalt. Zometeen met ze vastplakt. En zo zie je al de envelopjes ontstaan. Ik plak ze dicht. En hierin komen zometeen de washi samples. Dan ga ik de washi samples maken. Ik heb mijn tekst heb ik al gemaakt. Natuurlijk met de pons van Creative Life. Ik pak mijn washi tape erbij en ik ga de washi's ga ik eromheen draaien. En je draait eigenlijk gewoon de washi-tape om het kartonnetje heen. En ik vind het altijd leuk om dit soort dingen zelf te maken. Maar je kunt ook gewoon een oude pak kaarten gebruiken en daar je washi-tape omheen draaien. Het is maar net wat je prettig vindt. Je kunt er natuurlijk ook een leuke ring omheen doen. Dan heb je echt een soort... draairing met allemaal kleine washi samples erin. Maar misschien is dat een ideetje om te laten zien bij de volgende video. Ik draai de washi samples eromheen. En ik hoop dat jullie allemaal weer een goed weekend hebben gehad. Het was erg zonnig. En het wordt nu wel weer wat herfst deze week. En afgelopen weekend was mijn dochtertje jarig. Ze is 8 geworden. Dus we hadden een verjaardagsfeest. En we hadden kinderfeestje. En we zijn met haar en haar vriendinnetjes zijn we wezen zwemmen. En ik zal binnenkort ook weer een tekenvideo plaatsen. En vind je het nou leuk om mij via Instagram of Facebook te volgen? Je vindt mij natuurlijk onder de naam Creatief met Rebecca. En ik zal natuurlijk ook onder deze video linkjes plaatsen van de spullen die ik gebruik. Zoals de Facebook link als de Instagram link. En in de tussentijd gaan we door met washi samples maken. En zoals je ziet neem ik wel even wat tijd in beslag. Daarom had ik ook al een en ander voorbereid. Anders werd het een hele lange video. Maar de allerlaatste washi tapejes, die gaan er omheen. En de tekst komen uit het cardblock. Ook van het merk DecoTime wat verkrijgbaar is bij de Action. Ze hebben weer nieuwe verschillende kaartblokken te koop. Dus mocht je het leuk vinden, neem dan zeker even een kijkje bij de Action. En dan gaat het allerlaatste washi tapeje gaat erop. Dan hebben we alle samples en die gaan in de kleine envelopjes. Of in ieder geval kleine envelopjes die ik heb gemaakt. Daar gaan ze erbij in. Je kunt er 2 per keer in doen. Dan heb ik nog overige envelopjes. Daar doe ik nog kleine plaatjes in. Kleine tekst natuurlijk. Die horen bij de sneeuwmuur variant. Die heb ik uitgedrukt bij het luxe paperblok. Dan heb ik nog een hele leuke herfstslinger gemaakt. Bij de Action heb ik losse blaadjes gekocht. En die heb ik vastgereigd aan een borduurdraad.
deze gaat ook in het kleine envelopje. En bingo. Bingo is natuurlijk ook echt een typisch herfstspel om 's avonds lekker gezellig te bingoen. Dan ga ik mijn boekje erbij pakken en dan lijm ik de samples, ga ik erin vastlijmen. En dit is best een zware sneeuwmeel, dus mijn advies is om ook altijd even de sneeuwmeel te wegen voordat je opstuurt. Dan pak ik nog even wat bladeren erbij en die plak ik aan de binnenkant, zodat het een echte herfstuitstraling is. En wat ook een leuk herfstspel is, natuurlijk Yahtzee. Dus ik doe er wat Yahtzee blaadjes bij. En er hoort natuurlijk ook een kaartje bij. Dus ik schrijf even een kaartje en dat plak ik zo meteen aan de binnenkant van mijn sneeuwmeel. En aan de buitenkant doe ik ook even een blaadje. En zo zien jullie alweer een echte herfst sneeuwmeel ontstaan. En dan is dit het eindresultaat geworden van onze sneeuw. Ik heb de envelopjes nog even met aan de onderkant vastgeplakt met plakband. Voor extra stevigheid met de wasjesamples zit erin. De slinger, de bingo papiertjes. Natuurlijk het Yahtzee en de kaart zit erbij. En heb ik allemaal vastgeplakt. En dan ga ik hem dichtmaken. En hiervoor gebruik ik organza lint. Ook die is verkrijgbaar bij de Action. En zo heb je natuurlijk weer een mooi herfstpakketje. En deze gaat op de bus naar mijn maatje. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze sneeuwmeel video. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.